Ja, ik hoor dat we kunnen beginnen. Goedenavond allemaal. Mensen, leuk jullie te zien. Nou, ik kan jullie niet allemaal zien. Ik zie er maar een paar, maar dat geeft niet. Vanavond gaan we praten over voeding en gezondheid. Mijn naam is Kobi Bouwkamp ten Katen. Ik heb een ortomoleculaire achtergrond. En ik vertegenwoordig een groep voedingsdeskundigen in Nederland en daarbuiten die één gezamenlijk doel en missie hebben. Dat is voeding en leefstijl centraal te zetten in de gezondheid. En daar wil ik ook graag vanavond met jullie over praten. Het is mijn bedoeling om om 8:30 klaar te zijn. En dan kunnen jullie eventueel nog wat vragen stellen. Ik denk dat het goed is dat ik eerst gewoon mijn verhaal doe. Dan komt het ook allemaal niet door elkaar. Jullie geluid staat uit. Het wordt ook tevens opgenomen. En als het goed is en jullie hebben daar belangstelling voor, dan kunnen jullie morgen ook dit bestand toegemaild krijgen, zodat je thuis nog eens een keer op je gemak kunt doorlezen. Nou mensen, drie keer self-protection. Wie zijn we? Wat doen we? En waar staan we voor? Nou, dit is een inkopper, maar als je niet ziek bent, ben je dan gezond? Nou, dat is tegenwoordig wel een hele belangrijke kwestie. Ik hoorde vanavond nog dat mensen out of the blue te pakken genomen zijn met COVID en niet meer kunnen herstellen. Ja, wie had dat ooit gedacht? En de gezondheid van de mens is veel meer dan alleen maar gezond eten en een beetje bewegen. We hebben ook te maken met onze sociale systemen, met onze psychische kracht. Hoe goed kunnen we herstellen? Kunnen we omgaan met stress? En hoe sterk is ons immuunsysteem? Nou, al deze vaardigheden die worden tegenwoordig behoorlijk op de proef gesteld. En nu komen we erachter dat als we dat allemaal niet goed in balans hebben, dan zijn we eigenlijk de sjaak en volledig afhankelijk van een extern vaccin. En dat is toch eigenlijk niet zoals het bedoeld is. Nou, we gaan vanavond hoofdzakelijk praten over de insteek van voeding, beweging, om je immuunsysteem sterker te maken, want daar begint alles mee. Maar dat oorzaak en gevolg onze gezondheid beïnvloeden op alle vlakken, dat mogen duidelijk zijn. We hebben een levensverwachting en kijk hier eens met mij mee, mensen. De rode lijn zijn de vrouwen, de blauwe lijn, dat zijn de mannen. Net andersom. Ja, de blauwe lijn zijn de mannen. We worden steeds ouder. Schrik niet, we kunnen al boven de 100 worden. Maar sinds eind jaren 80, zo na de 90e jaren, is de kwaliteit van leven dramatisch afgenomen. En dat gaat nog steeds pijlsnel onderuit. Dat wil heel simpel zeggen, we kunnen wel ouder worden, maar we worden niet gezonder ouder, oftewel we worden steeds ongezonder ouder. En dat is niet de kwaliteit van leven die we ons wensen. En als ik u dit plaatje laat zien, dan zou u liever een andere top 5 van positieve dingen zien. Maar dit zijn wel de top 5 chronische ziektebeelden waar wij heel veel mee te maken hebben. En of het gekke is, het een komt ook nog vaak met het ander. En één ding hebben deze ziektebeelden gemeen, dat het hormoon insuline staat hierin centraal. Oftewel, als je insuline niet meer lekker loopt, dat hormoon, dan krijg je te maken met uitputting. En dan is het maar net te maken. Heeft het te maken waar jouw zwakke punt in je gezondheid zit? Is dat op hart en vaten? Is dat op je bloeddruk? Is het je cholesterol of whatever? Dan heb je daar de eerste klachten. En dit is eigenlijk vanuit de wetenschap een heel logisch verhaal, maar je zal er maar mee te maken hebben. Dat is echt niet fijn. En op het moment dat je in de trouble zit, dan denk je, ja, wat nu? Ga ik nu naar de medicatie? Maar dat is eigenlijk al de omgekeerde wereld. Dus wat kunnen we doen? Nou, laten we eerst eens een stapje terug gaan kijken. Wist u dat wij van oorsprong allemaal een zelfherstellend vermogen hebben? We hadden vroeger te maken met maar één ding. We hadden een afweersysteem en daar moesten we het mee doen.
En alle gevaren die op ons afkwamen, van virussen, bacteriën, parasieten, bedenk het allemaal. We konden er tegen of we konden er niet tegen. En dit was eigenlijk ons zelfherstellend vermogen, ons afweersysteem. Tegenwoordig hebben we, kijk nu maar met COVID-19, in het ergste geval, we zitten gewoon te wachten op een vaccin wat ons moet gaan redden. Maar laten we even heel eerlijk zijn, hoe vaak hebben we in het verleden al teruggegrepen naar een antibiotica-kuurtje? En hoe vaak wachten we niet eerst totdat we ziek worden en gaan we dan kijken van, ja, maar daar zijn toch therapieën voor, daar zijn toch medicaties voor, enzovoort, enzovoort. Nou, lang verhaal kort, ons zelfherstellend vermogen wordt helemaal niet meer gebruikt. We wachten gewoon af totdat het, dat er troubles zijn en dan proberen we er met externe dingen iets aan te doen. En dit is gek. Mensen, en dit zelfherstellend vermogen, het is dringender dan ooit om dat weer in ere te herstellen. En weet u wat? We hebben het nog steeds. We kunnen het ook terdege nog wel gebruiken, maar we moeten het wel een eerlijke kans geven. Nou, wij als zorgprofessionals, en u bent door een van mijn collega's uitgenodigd, die hebben de handen ineengestoken, zo'n 5 jaar geleden. En we hebben allemaal, het is alweer 6 jaar geleden, een professionele achtergrond, allemaal op een ander gebied. Maar we hebben gezegd, laten we nou voeding en leefstijl op een heel eenvoudige manier bij de mensen thuis achter de voordeur schuiven. Zodat ze zelf, terwijl ze eten, drinken en vrolijk zijn, op een eenvoudige manier, zo dicht mogelijk bij je eigen leefstijl, kunnen ervaren hoe je te werk kunt gaan om je zelfherstellend vermogen weer te activeren. Nou, en daar hebben we 3 stappen in. En ik ga uitgebreid deze map bespreken. En ik ga ook de 3 stappen die we daarin herkennen, dat is een goed beter best systeem, die ga ik behandelen. In die map werken wij namelijk met 3 protocollen. We hebben te maken met goed, we hebben te maken met beter en we hebben te maken met het beste systeem. Nou, en deze 3 situaties, die wil ik alle 3 met jullie bespreken. Wat is het allerbelangrijkste als basis om naar je gezondheid te kijken? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Wat je ook doet, zorg dat je je voeding die je dagelijks binnenkrijgt in balans hebt. Dat mogen duidelijk zijn. Wat je daarnaast kunt doen, ga je kijken van als ik een stapje extra wil zetten, dan is het in deze huidige tijd het meest belangrijke dat onze darmen enorm ziekteveroorzakend zijn. Daar ga ik ook met je over praten. En het 3e punt, en dat is het allerbeste wat we kunnen doen, ga eens 1 keer per jaar, net als met de auto, je eigen huis waarin je woont, de auto brengen we naar de APK, maar ons eigen huis waar we in wonen brengen we nooit naar de APK. En daarin zijn wij als zorgprofessionals van 3Care uniek. Wij hebben gezegd, we moeten minimaal 1 keer per jaar dat overtollige buikvet verbranden met daarin opgeslagen afvalstoffen, om op die manier weer jovel en fit te worden. Want als we dat niet doen, dan heeft tekorten aanvullen geen zin. En dan krijgen ook onze darmen nooit rust. Dus dat goed, beter, best systeem, dat heeft een hele logische volgorde. Nou, hier gaan we eens even naar kijken. Als we eens even aan de allerlaagste basis beginnen. We hebben 3 bronnen om onze cellen tot rust te krijgen. En dat is niet alleen voeding in balans brengen, maar voordat we dat doen, zullen we eerst moeten kijken naar zuurstof en naar vocht. Waarvan zuurstof wel de allerbelangrijkste is. En dit logo, 30 minuten bewegen in de buitenlucht, mensen, hij is belangrijker dan ooit. Wat u ook doet, ook al bent u een sportfanaat en staat u om, heb het 5 keer per week in de sportschool, prachtig om je conditie extra te versterken. Maar als u niet 30 minuten per dag in de buitenlucht gaat, stevig wandelt, en dat bedoel ik niet hardlopen, maar echt gewoon
iets je ademhaling omhoog. En wij noemen dat dynamisch wandelen. En je doet dat een half uurtje per dag. Dan breng je zuurstof op celniveau naar binnen. En dit is het allerbelangrijkste wat ieder mens voor zijn gezondheid kan doen. Dat gaat voor vocht, dat gaat voor voeding. Als er geen zuurstof in de cellen komt, kan er geen vocht opgenomen worden en kan er ook geen voeding worden opgenomen. Het is gratis, we hebben het allemaal en iedereen heeft nog een groene omgeving om zich heen. Zelfs al woont u in Amsterdam, en dan gaan we naar het Amsterdamse Bos of naar het Vondelpark. Maar iedereen kan een half uur per dag buiten zijn. Dat is onze primaire taak. Daarnaast zullen we moeten water drinken. En wij hebben 20, 30 jaar geleden, we deden het zelf ook, we gaven onze cliënten een bidon. En we zeiden van, als je die bidon maar 2 keer per dag leeg gedronken hebt, dan zit je wel goed. We zijn eigenlijk met slokjes drinken onszelf gaan beschadigen op celniveau. En daarmee zijn we vochtarm geworden in onze cellen. Nou, dit kun je herstellen A, door weer zuurstof in de cellen te brengen. Nou, daar hebben we net over gesproken. En het tweede wat je kunt doen om te herstellen is door echt weer glazen water te gaan drinken. En stop met slokjes drinken. Ik heb hier ook een glas water staan. Ik praat met jullie en dan wil ik af en toe een slokje drinken. Daar ga je helemaal niet dood aan. Maar dit zijn de extraatjes. En dat is ook je kopje thee en je kopje koffie. Maar ga minimaal een aantal keren per dag volle glazen water drinken, zodat je cellen even getriggerd worden, als het ware even opgeblazen worden. En dit is nodig om niet alleen het zuurstof, maar ook het vochtniveau in het lichaam te herstellen. En wisten jullie dat dit al binnen een maand kan? Wij werken met meetapparatuur, dat kunnen we ook direct meten. En binnen een maand kun je je vochtgehalte herstellen. En we zijn altijd verbaasd dat 90% van de cliënten die bij ons binnenkomen een te laag vochtgehalte hebben in de cellen, terwijl ze volop slokjes drinken. Nou, daarom weer leren mensen, ga volle glazen water drinken. In onze cursusmap vertellen we je heel simpel hoe je dat kunt doen. Het kost niets, maar wen jezelf eraan. Pas dan, als we zuurstof en vocht weer in balans hebben, dan gaan we kijken, hoe brengen we nu de voeding in balans? Nou, voeding kun je maar op 1 manier in balans brengen. En dat is met echte voeding. Nou, en wij denken allemaal, oh, dat zit wel goed met mij, want wij eten gezond. Nou, ik zal u vertellen, dat denken de meeste mensen. En ik hoop ook dat wij gezond eten. We hebben vandaag en gisteren keurig verse groenten gegeten, enzovoort, enzovoort. Maar mensen, laten we eerlijk zijn, de voeding van tegenwoordig staat zo onder druk dat wij echt niet meer weten of er alles nog in zit. En dat heeft met een heleboel factoren te maken. De producten worden genetisch bewerkt en daar kunnen wij met z'n allen helemaal niets aan doen. Er zitten bestrijdingsmiddelen, zitten er niet alleen op de gewassen, maar ook in de voedingsbodem. En laten we eerlijk zijn, wat niet in de voedingsbodem zit, kan ook niet in de gewassen groeien. En hier ga je al mis. Dus zit alle voeding nog in de, nou, we hebben vanavond witlof gegeten. Ik kan het u niet vertellen of daar alles nog in zit. Hoe gezond was die voedingsbodem? Enzovoort, enzovoort. Nou, daar komt nog bij. U ziet hier een plaatje van onrijpe en rijpe tomaten. Maar de meeste groente en fruit wordt onrijp geoogst. Weet u hoe dat komt? Omdat het een hele lange weg af te leggen heeft voordat het uiteindelijk op ons bordje terechtkomt. En het ligt vaak te wachten, groen, in koelhuizen, totdat het afgeroepen wordt door Jumbo, Aldi of Lidl, noem het maar op. En dan gaan de lampen erop en dan komt het op kleur, enzovoort, enzovoort. Er zijn zoveel manipulaties, niet alleen aan de bodem, maar ook aan de gewassen, dat wij niet meer weten of wij de juiste voeding nog op ons bordje hebben. Nou, en daar heb ik al heel wat lezingen over gegeven en daar weet u waarschijnlijk ook best wel het een en ander van. Maar wat ik u zou willen aanraden,
Ga zelf eens bij jezelf meten, hoe sta ik ervoor? Meten is weten. En wij als driekerspecialisten hebben dat primair staan voor onze cliënten. Wij meten niet alleen hoe je zuurstofopname is in je lichaam. Wij meten niet alleen of je vocht goed op peil is in je cellen. Dat kunnen we meten. Maar we kunnen ook meten of je voedingsstoffen allemaal op peil zijn. Vitamine A tot en met Z, vitamine B tot en met K. En alle visvetzuren en alle onverzadigde vetzuren, alle eiwitten. We hebben zoveel voedingsstoffen die we dagelijks nodig hebben, mensen. Dat kun je niet allemaal eten in een kropje sla en in een bakje groente en een beetje fruit. Dat is gewoon onmogelijk. Dus we zullen wel degelijk iets moeten doen. En ik raad u aan, laat regelmatig eens even kijken bij jezelf. Hoe sta ik ervoor? Want meten is weten. Eén ding is zeker, dat we tekorten zullen moeten aanvullen. En dat we tekorten hebben, is ook zeker. Maar laten we nu eens even kijken, als we tekorten hebben, waar zouden we dan op moeten letten? Heel veel mensen zeggen van, nou ja, gut, de dokter zegt, of ik heb eens gehoord dat, of en dan gaat het. En de een die heeft een visolie om aan te vullen, en de ander heeft magnesium om aan te vullen, en de volgende die zegt, nee, ik doe iets met calcium. En weer een ander die zegt, nou, ik heb dit gehoord en ik heb dat gehoord. En zo doen we allemaal maar een schot in de roos. Het heeft niets met voeding in balans te maken. Zal ik u eens vertellen hoe de logische volgorde is? Als je cellen in balans wilt laten eten van gezonde voeding, zul je als allereerste alle eiwitten in balans moeten hebben. En alle eiwitten, dat zijn namelijk de bouwstoffen van de cellen. Je kunt geen enkele cel bouwen als je eiwitten niet in balans hebt. En je hebt wel 20 verschillende soorten die je elke dag zou moeten eten. Nou, dat gaan u en ik al niet redden. Dit is ook de reden waarom mensen die in een ziekenhuis liggen altijd eerst eiwitten aangevuld krijgen. Dit bouwt je cel. En als er geen gezonde cel is, kunnen er ook geen vitamine en mineralen in. En als je dan al een gezonde cel kunt bouwen, dan zul je die cellen moeten beschermen. En hoe bescherm je die cellen? Jawel, met vetzuren. En dan niet alleen met een beetje visolie of omega-3 of algeolie of verzin maar wat. Nee, alle oliën in de juiste balans. Nou mensen, ik zal u er zo meer over vertellen, maar dat haal je niet maar zo uit een potje omega-3. En als je die eiwitten en vetzuren dan al helemaal in balans hebt, zodat je die cel gebouwd hebt en die celwand beschermd hebt, dan pas kun je die cellen gaan voeden, schrik niet, met vitamine, mineralen, antioxidanten, die u waarschijnlijk vast wel in 1, 2 of 3 of meer soorten in uw huis heeft staan, om uw cellen te voeden. Maar heeft u ook alle vetzuren in balans? En heeft u ook alle eiwitten in balans? En als u dat al heeft, welke moet u dan hebben? Nou, snapt u het nog? En dit is raar. Nou mensen, nu is mijn vraag aan u. Als u naar de eerste, de beste of voor mij de allerluxste, of u vraagt een voedingsspecialist, of u vraagt uw arts, of u gaat naar de drogist en u vraagt, geef mij de beste multi die er is. Nou, dan krijgt u een 100.000 selectie en u moet maar hopen dat u de goede hebt. En wat zit daarin? Vitamine, mineralen, misschien nog wat antioxidanten, maar geen eiwitten en ook geen vetzuren. Hoe gek is dit? Dus wij zouden al 3 voedingssupplementen moeten eten en een multi en een vetzuren en een aminozuren of een eiwitproduct om die voeding weer in balans te brengen. Dat is raar. En dit hebben wij ook altijd gek gevonden. Dus laten we eens even teruggaan naar die basis. Wij noemen het nog altijd proteïne is het huismedicijn voor eerste hulp in elk gezin.
Niet alleen in het ziekenhuis. Als kinderen te snel groeien, krijgen ze groeipijnen. Als wij lopen met een loopneus lopen, dan moet je een beetje extra eiwitten nemen en niet een beetje vitamine C. Dus de pot proteïne met al die eiwitten in balans, dat is de eerste hulp bij ongeluk. En wij raden het onze cliënten altijd aan, als ze niet lekker in hun vel zitten, bovenop de excellent of bovenop de combi, joh, neem een schepje extra proteïnepoeder. En daar moet geen suiker in zitten. En daar moet geen melk in zitten. Daar moet er geen gluten in zitten. Het moet ook nog eens hoog opneembaar zijn. En het moet veilig zijn. Het moet dit logo bevatten, zodat absolute 100% veiligheid in zit. Dat is een goede basis. Nou, dat is één. Dat is de eerste troubleshooter. Die hebben we onthouden, hè? Dan is hier bouwen we dus nieuwe cellen mee. Hier herstellen we cellen mee. Hier kunnen cellen weer beter mee groeien. En dan is daarna gaan we kijken, hebben we de cellen goed beschermd? Nou, dan moeten we naar de vetzuren kijken, oftewel de vetten. En we hebben alle vetten nodig, mensen. We hebben een beetje roomboter op je brood nodig. We hebben een beetje olijfolie nodig. We hebben een beetje kokosvet nodig. We hebben verzadigde vetten, onverzadigde vetten. We hebben alles nodig. Koop niet B-cel of margarine of palmolie zonder whatever. Dat zijn allemaal trucjes. Gewoon de goedkoopste roomboter is wat mij betreft prima. Niet iedereen wil direct biologische producten hebben. Maar koop echte boter. Doe een klein beetje op je boter of op je boterham. En voor de rest met bakken en braden. Als het heet moet, doe je met kokosolie. Zo zijn er nog een paar mogelijkheden. En sudderen doe je met olijfolie. En zo kun je heel goed je voedsel bereiden. Geen andere toeters en bellen. Daarnaast zul je elke dag al je omega's in balans moeten hebben. En nu komt het idiote, mensen. Als u de beste vis ter wereld, die vinden we nog steeds in de ijskoude zeeën aan de Noordkaap. En wij hebben, hier ziet u een prachtige zalm, een verse natuurlijke zalm uit de Noordkaap. Die hebben wij 5 jaar geleden laten analyseren. En we hebben gezegd, er is zoveel wetenschappelijk bewijs dat omega-3 belangrijk is. Laat ons eens zien, wat zit er allemaal in zo'n echte, gezonde of ongeraffineerde verse zalm. En wat schetste onze verbazing? Al deze omega's. En weet u, al meer dan 20 jaar worden deze gezonde vissen, en dan helaas niet alleen meer van de Noordkaap, maar de meeste komen allemaal uit zeer warme gebieden en zeer discutabele gebieden, waar bijna ranzige visolie is. En die vissen worden geraffineerd om maar omega-3 op de markt te brengen. Waarom? Omdat wij als Nederlanders en Belgen en Duitsers en alle mensen zo ongezond zijn gaan eten, dat wij een dringend tekort hebben aan omega-3. Nou, dan moet u mij eens vertellen. Waarom moet ik een gezonde vis gaan laten raffineren om omega-3 visoliepillen te kopen om die visvetten aan te vullen? Het kan toch beter andersom? We kunnen beter gezonde visolie nemen, met alle omega's erin. Want weet u hoe het komt dat wij zoveel tekorten hebben en dat wij omega-3 tekort hebben? Omdat wij veel te veel suikers, mais, palm en zetmelen eten. En bewerkt brood en allerlei rotzooi's en zonnebloemolie en niet de olies die ik u hier laat zien. En daarom krijgen we bakken omega-6 binnen, omdat het veel te goedkoper is. En daar gaan we de bietenbrug op. Nou mensen, dit is zo de omgekeerde wereld. Waarom niet terug naar wat wij u leren in de cursusmap? Bak en braad met gewone echte spullen. En neem een visolie waar alle omega's in zitten. Meer en beter kunt u het niet doen. En nou zal ik u vragen. Stel dat u die kunt kopen.
Nou, een aantal van u, ik zag net een paar gezichten, die weten dat al. Maar degene die vanavond hier voor het eerst naar mij luisteren, ik daag u uit. Ga naar uw favoriete drogist of degene die u vertrouwt en vraag of u een multi mag hebben waar ook alle essentiële aminozuren in zitten, de eiwitten, en waar ook alle omega's in zitten. En zo niet, vraag ze dan eens, mag ik dan een visolie van u waar niet alleen omega 3 in zit, maar alle omega's. En niet alleen omega 3, 6 en 9, want dat is allemaal flauwekul. Alle omega's. En weet u, ik heb het vorige week nog weer getest bij Holland Barrett. De chefin moest eraan te pas komen. En toen zei ze, joh, daar heb ik nog nooit van gehoord. Nou, hier hebben wij met z'n allen mee te maken. Hoe zou het zijn als u bij degene die u uitgenodigd heeft op een hele eenvoudige manier, één keer per dag, een tabletje en een capsule en u krijgt alle 48 essentiële voedingsstoffen binnen uit eiwitten, vetzuren, vitamine, mineralen en antioxidanten binnen die u nodig heeft. Niet meer, niet minder. En hier zijn we uniek in. En wij laten dit beschermen met dit logo. En dat is voor u net zo zeker als de Nederlandse top die aan topsporten is. Want die zullen nooit iets eten zonder dit logo. Zij willen heel zeker zijn dat ze veiligheid ten top hebben. Nou, dat willen we niet alleen aan topsporters geven. Wij vinden ons allemaal, zeker in deze tijd, topsporters. En wij geven u het beste met de beste kwaliteit voor de laagste prijs. En zo hoort het te zijn, mensen. En dit is de kracht van DriCare. Dat wij op deze manier, dagelijks op een eenvoudige manier, voedings zullen moeten aanvullen, mogen duidelijk zijn. Dat kan op een zo goedkoop mogelijke manier. En dan kan het al vanaf 87 cent per dag. Maar dat hangt af hoe je voedingsstatus ervoor staat. Ik ga zo meteen ook praten over een APK. En ik ga ook praten over darmherstel. Als u dat nodig heeft, dan kunt u dat niet met 87 cent per dag. Als u moet herstellen, dan zult u dat met de excellent verpakking moeten doen. En dan kost dat €1,67 per dag. Maar dat staat allemaal, dat kunt u met degene bespreken die u uitgenodigd heeft. Als u later weer gezond bent, dan hoop ik dat u nooit meer overgaat naar een hapje en een snapje en een dingetje hier. U bent altijd te duur uit en u krijgt te weinig resultaat. Onthoud het goed. Bij DriCare kun je al voor 87 cent per dag al deze voedingsbronnen herstellen. En dat heeft te maken met intermittent living. Maar dat legt degene u uit die u uitgenodigd heeft, want anders zou de avond voor ons te lang duren. Goed, dit is wat ik wil zeggen over voeding, mensen. Mooier kunnen we het niet maken. We leven in een tijd dat wij, of we nou een kind zijn, of we zijn 88, of we willen zwanger zijn, of we zijn zwanger, of we zijn in de overgang, of we zijn bang dat we COVID krijgen. We willen allemaal het beste voor onszelf en voor onze omgeving. U bent omgeven met iemand die opgeleid is met een professionele achtergrond. En wij suppleren alleen maar met basisvoeding en verder niets. En dat is een zekerheidssysteem voor u. En meer kan ik er helaas niet van maken. Dat is het verhaal voeding. Nu wil ik met u eens even kijken naar de darmen. Want we kunnen nog zo goed ons best doen. Onze darmen staan doodgewoon onder druk. Wist u dat meer dan 70% van alle huidige ziektebeelden in de darmen beginnen? Ja, en ik val in herhaling, maar hoe komt dat? Dat heeft weer te maken dat wij ons leefpatroon gebaseerd hebben op veel te veel mais, veel te veel zonnebloemolie, veel te veel omega 6, veel te veel goedkope vetzuren, veel te veel bewerkte voeding. Alle balans is verstoord. En dat geeft druk op onze darmen. En als onze darmen onder druk komen te staan, dan
is dat vervelend, maar dat kan heel lang goed gaan. Maar op den duur ga je daar last van krijgen. En dat kan je stofwisseling in balans gooien, je kunt er je afweersysteem mee verminderen. Sommigen merken het door allergieën. Nou, ik kan u zeggen, echte allergieën zijn er maar heel weinig. Maar heel veel mensen kunnen soms heel gezond eten niet meer goed verdragen. Nou, dit heeft alles te maken, darmen moeten hersteld worden. En zeker in deze tijd van corona, mensen, de darmen staan op dit moment meer onder druk dan ooit. Het vaccin, we kunnen er niet onderuit. We moeten allemaal weer een vaccin hebben. Denkt u dat onze darmen daarop zitten te wachten? Absoluut niet. Maar we zullen wel moeten. He? En één ding is zeker, die darmen moeten sterk en flexibel zijn. Wij leren u hoe u dat zelf weer in de hand kunt houden. En dat kunt u heel simpel door dagelijks eens even weer terug in het toilet te kijken. Gebruikt u veel toiletpapier, dan is er wat aan de hand met uw darmen. En als u dit bij uzelf kunt vaststellen, ga dan morgen het eerste wat u doet, contact opnemen met degene die uw zorgprofessional is. En zegt, joh, volgens mij kan ik ook wel winst halen uit mijn darmen. Want Kobi zei, nou, hè, doe het maar gewoon. En last but not least, onze hersenen zijn altijd de sjaak als onze darmen niet op orde zijn. Op dit moment wordt er zoveel gesproken over ziektebeelden als, Parkinson, ALS, multiple sclerose. En zo zijn er heel veel ziektebeelden. Op dit moment legt men volledig in de wetenschap de focus. Men denkt dat het vanuit de darmen komt, dat die er een grote invloed op hebben. En het erge is dat dat soms al 35 jaar aan de gang kan zijn voordat er ooit de ziekte Parkinson uit gaat komen. Dus ja, die darmen die moeten wel degelijk meer aandacht krijgen. En het grappige is, als darmen niet lekker gaan, weet u wat er dan gebeurt? Het lichaam heeft een eigen beschermingsmechanisme. Dan gaat het lichaam buikvet stapelen. Dus als darmen onrustig zijn, dan wordt vet tussen de buikvet, tussen de buikorganen opgestapeld. Dus alle organen die het dichtst bij de darmen liggen, hart, vaat, longen, lever, enzovoort, enzovoort, daartussen, daarmee stapelt zich buikvet. En u raadt het al, wat zit er in dat buikvet? Rotzooi. Afvalstoffen. Stoffen die uw lichaam niet kwijt kan. Van eetmiddelen en over het andere overtollige meuk. En wat doet die? U raadt het al. U merkt daar misschien nog niets van. Maar dat geeft een laaggradige ontstekingsfactor. Nou, en die laaggradige ontstekingsfactor, die merk je al doordat je misschien wat te veel toiletpapier gebruikt. Ja, in die darmen. Maar laten we ook eens eerlijk zijn. Kijk eens in de spiegel. Is je buik glad, strak of is die ietsje opgezet? Nou, als je buik iets opgezet is, dan weet u dat u iets meer buikvet heeft dan goed voor u is. Maar dan bent u nog van de gelukkige categorie waar het buikvet zich aan de buitenkant nestelt. Wist u dat er ook een groep mensen is die hartstikke dun zijn, die dat niet zien, waardoor waar het buikvet naar binnen slaat tussen de organen? En dat noemen we het visceraal vet. En dit vet is nog meer ontstekingsvormend dan het vet wat aan de buitenkant zit. Nou, een lang verhaal kort, mensen. Buikvet is niet alleen een beetje gevaarlijk, maar buikvet is het onzichtbare gevaar waar we tegenwoordig enorm alert op moeten zijn. Hoe komt dat? Oh, voordat ik dat ga doen, moet ik u ook nog even vertellen, dat buikvet ziek maakt, denk maar heel simpel, allergieën, longziekte, COVID-19, waarom is men zo bang voor de longen? Omdat longen slijmvliezen zijn. En als alle buikvetorganen verzadigd zijn met vet,
komen ook de longen aan de beurt. Zo simpel is het. Maar het is ooit al in de darmen begonnen. Je lever is vervet. Je botafbraak gaat niet meer zo lekker. Spieren en gewrichten, hormonale klachten. Ik kan u de hele reutelmeteutel opnoemen. De basis zit in je darmen en overtollig buikvet. En mensen, geloof me, dit moet elk jaar, net als de APK van je auto, ook als de APK van je huis schoongemaakt worden. En waarom kan dat niet vanzelf? Dat ga ik u nu laten zien. Vroeger aten we zo en tegenwoordig eten we zo. Of we nou ons best doen of niet. Maar als we gewoon onze boodschappen doen, dan krijgen we 55%, misschien wel meer, voedsel binnen uit koolhydraten. En de rest komt uit eiwitten en vetten. En vroeger aten we 1/3, 1/3, 1/3. Doordat dit gedeelte ook nog bewerkt is, we kopen kant-en-klaar brood, we eten een zakje en een pakje hier en daar tussendoor, we doen af en toe eens gek en weet u, we ontkomen er niet aan. En dit is het gemiddelde eetpatroon dat we nu hebben. En dit stapelt buikvet. Dit zorgt dat onze darmen niet lekker lopen. Daar kunnen we niets aan veranderen. Het enige wat we kunnen doen is om ons huis regelmatig in de APK te gooien en te beschermen. Nou, hier ziet u de voedingspyramide zoals wij hem huidig hebben in schijf van 5. En zoals ik u ook net liet zien, die vertegenwoordigt deze kant. En wij hebben te maken met deze kant. En wij vertegenwoordigen onze eigen voedingspyramide. En wij willen eigenlijk een brug bouwen tussen deze en deze. Wij willen die 55% eruit gooien door eigenlijk heel simpel het brood, de rijst, de pasta, alles wat maar pizza, pasta, pannenkoeken, poffertjes, alles wat maar snelvoer is en buikvulling, patat, we hebben het allemaal 10 keren per week, daar gaat die 55% heen. Gooi dat er nou eens uit. Zet er een goede multi onder, zodat u geen tekorten krijgt. En vervang nou eens even een poosje, ten eerste die boterham, want de Nederlander zonder boterham met kaas is natuurlijk niks. Gooi een 3 keer boterham in het gezinnetje. Doe er een beetje roomboter op en een plakje kaas. En je bent al klaar. Wij zullen u helpen om, op een eenvoudige manier dit weer in te zetten op een later tijdstip, maar op een gezonde manier uw darmen te rust te geven en te herstellen. En volop groente en fruit te eten. En niet secundair een beetje groente bij die bergen pasta. Nee, bergen groente en een beetje pasta. De omgekeerde wereld. En daarnaast goede vetten en eiwitten. Zowel dierlijk als plantaardig. En afwisselen. Geraffineerd, ongeraffineerd, verzadigd en onverzadigd. Alles wat de natuur ons biedt en zo min mogelijk pakjes en zakjes. Dat levert ons weer gezonde darmen op en daarmee hebben we rust. Nou mensen, als we dit kunnen, dit eruit gooien, darmen rust geven, een goede multi eronder zetten en dat kan al heel goedkoop, al vanaf 87 cent, maar ik raad u aan, doe minimaal 1 keer per jaar. Ga in die APK. U heeft een huis, u heeft er maar 1. Een auto kun je vernieuwen, maar je huis kun je niet vernieuwen. Dus wij zullen het APK van ons eigen huis ook moeten doen. En dat is het beste wat we voor onze eigen gezondheid kunnen doen. En dat ga ik nu aan u uitleggen. En dat is het derde. Wij noemen dat algehele periodieke ketose. Dat is een andere APK, hè? Maar niet de ketose die je op het internet ziet.
van huppakee, alle koolhydraten eruit. Want hoe gevaarlijk kun je bezig zijn? We hebben koolhydraten nodig uit groenten en fruit. En niet zo'n heel klein beetje ook. En dat is wat heel veel mensen die op een ketogeen dieet gaan, die gaan daar gewoon mee gevaarlijk spel spelen. En dat mag absoluut niet. Wij meten en wij weten en we laten u zien dat u veilig in veilige handen bent bij een van onze zorgprofessionals. Dus laat u meten, zorg dat u de boel in balans houdt. En dan kunt u in een milde ketose gaan binnen 3 dagen. En dan kunt u elke dag, schrik niet, wel 500 gram groente en fruit eten, terwijl u in een milde ketose bent. En omdat wij u van tevoren meten en als u wilt na die tijd ook weer, gaan we u laten zien dat u tijdens die APK al uw buikvet gaat reinigen, ertussen de organen, buiten de organen, uw darmen tot rust gaat brengen en dat u 0 spieren gaat verliezen. Is dat bijzonder of is dat niet bijzonder? Nou, dat is wel degelijk bijzonder. Maar daarom heeft u ook te maken met een unieke situatie en met professioneel opgeleide mensen. En daarom zult u ons ook niet in winkels tegenkomen. En niet op het internet. En niet gooien wij onze programma's zomaar te grabbel. En daarom geef ik ook elke 14 dagen voor al onze collega's deze lezing. Om hier telkens weer op te hameren. Want weet u, dames en heren, wij zijn iets vergeten. En dit is het allerbelangrijkste wat u na vanavond nooit meer mag vergeten. Wist u dat wij 2 energiebronnen hebben? En dat weten wij dat niet meer. Dat zijn we doodgewoon vergeten. Wij maken allemaal gebruik van 1 energiebron. En dat is koolhydraten. En als die koolhydraten maar een beetje opdreigen te raken, hup, koolhydraten. En we gaan dus wat van shaken als die koolhydraten opdreigen. Weet u wie er in de sport op koolhydraten lopen? Dat zijn topsporters, zoals deze mooie dame, Daphne Schippers. Maar die houdt dat nog geen half uur vol, hoor, en dan heeft ze een blessure. Hoe willen wij ons leven lang dat volhouden? Dat kan niet. En dan ga ik eens even kijken, als we het toch over sport hebben. Hoe is het mogelijk dat een marathonloper vaak graadje mager uren kan lopen zonder dat hij een blessure krijgt? En dit zijn de top 10 marathonlopers wereldwijd. Weet u hoe dat komt? Die maken gebruik van die tweede energiebron. Dat doet niet een Daphne Schipper, want ze heeft het niet nodig. Maar deze tweede energiebron, het is namelijk in de wetenschap bekend, als je koolhydraten eruit loopt, en als u een topsporter bent zoals Daphne, dan kunt u na een half uur hardlopen, is uw koolhydraatvoorraad op. En dan komt de man met de hamer. Nou, dat verdriet wil ik u nu aandoen, want dan, dat gaat heel ver. Wij doen het op een wat mildere manier. Maar wij moeten met eten en drinken, kunnen wij in 3 dagen tijd de koolhydraatvoorraad opmaken en zonder pijn en moeite overschakelen op die tweede energiebron. En wist u dat dit de allerbelangrijkste bron is? En dat, die energiebron, die is doodgewoon vergeten. Nou, de eerste keer dat u er weer mee te maken krijgt, is door uw eerste APK uit te voeren. U gaat 3 dagen lang uw koolhydraten opmaken. U ziet hier een koeien van een lever. Nou, zo groot is die misschien in uw lichaam ook wel, maar ik heb hem hier even uitvergroot. En als de koolhydraten opgemaakt zijn in uw lever, dan, en wij hebben alle vetzuren, alle eiwitten en alle vitamine en mineralen in balans gehouden. Want een lever laat, het lichaam laat zich niet voor de gek houden. Dan kunt u ongestraft overschakelen naar de tweede vorm van energie. En dat is vet wat opgestapeld zit in uw lichaam. Reservevet. En dat wordt dan vrijgegeven als energie. En deze energie
Dit is de tweede bron van energie verbranden. En de eerste keer dat u dit gaat meemaken, is de eerste keer dat u in de eerste APK gaat. En uw lichaam zal daar een geweldig resultaat op boeken. Nu zijn er heel veel mensen die hebben dat al ervaren en die zeggen dat was toch zo fijn, Kobi of Truus of Carla. We zijn toen zoveel afgevallen en na die tijd hebben we het allemaal weer vergeten. En toen kwam corona en toen dachten we, ach, we moesten toch maar weer eens beginnen. Ja mensen, u bent gewoon, we hebben u iets geleerd destijds, maar die APK is er nog steeds, die wacht op u. U moet gewoon regelmatig in die APK. En misschien wel 2 keer per jaar tijdens coronatijd, I don't know. Maar als u gezond bent, moet u minimaal 1 keer per jaar in die APK. En doe dat nu. Want als u niet regelmatig in die APK bent, zult u nooit gezond kunnen switchen. En dat plaatje wat ik u net liet zien van deze 2 dames, en dan vooral marathonlopers, die kunnen per minuut switchen. Die lopen tijdens hun marathon, switchen ze zo over van koolhydraten naar vetzuren. Waarom? Omdat die al, ik weet niet hoe vaak in de APK zijn geweest. Maar dit is iets wat zij getraind hebben. En dit kunnen wij weer trainen, mits wij regelmatig dat gaan doen. Nou, hoe gaat dat in de praktijk, in zijn werk? 3 dagen lang, omdat wij lang niet in de APK geweest zijn, gaan we echt nu niet, dan niet en nooit niet in ketose komen, als u niet eerst het vuurtje weer laat branden. Dus zorg dat u weer teststrips heeft en ga 3 dagen lang geen groente en fruit eten. Ga 3 dagen lang, 6 tot 12 keer per dag, precies zoals het in het boek staat, een boterhammetje met kaas eten, een paar gehaktballetjes, een handje nootjes, een beetje cappuccino, een eitje, een stukje vis, een stukje kaas. Het maakt me allemaal niet uit, want anders gaat het vuurtje niet branden. En als u denkt van ja, maar ik doe het wel zonder en dan val ik ook wel af. Ja, natuurlijk zult u afvallen, maar u gaat uw spieren inleveren. Nou mensen, in deze tijd van corona, en ik hoop dat ik nu echt vooral met name ook naar de 60-plussers, ik ben ook een 60-plusser, dat ik u aan mag kijken. Speel niet met uw gezondheid. Uw spieren zijn eiwitten. Uw spieren is de primaire balans van uw cel. Alsjeblieft mensen, ga nooit afvallen zonder dat je goed in ketose bent en zonder dat je je spieren aanspreekt. En dat is die eerste 3 dagen. Als u in ketose bent, dan kunt u heel simpel in uw urine zien dat de strip verkleurt. Bingo, klaar. Vet komt in het plast u uit. In de vorm van ketonen. En zo niet, dan belt u of dan appt u naar degene die u begeleidt. En zegt, ik heb even iets niet goed gedaan. Wat kan ik nog doen? Maar zodra de ketonen er zijn, klaar. En wat kunt u daarna doen? U gaat door, maar nu gaat u volop groente en fruit eten. En de ene keer is het spinazie en de andere keer is het wat u maar wilt. U mag elke dag eten wat anders en variëren. Eet met de kleuren van de regenboog. Zoveel als u maar wil. Meer dan 500 gram, daar kunt u al bijna niet tegen eten. Dat beloof ik u. Hoe gezond kan gezonde voeding zijn? Durft u het aan om met mij eens even weer 30 dagen in een hernieuwde APK te gaan, of 28 dagen, zonder dat u spieren verliest. Mensen, dit is waar ik met u over spreek. En kleine hapjes in die APK. Waarom? Omdat wij verleerd zijn dit vuurtje brandende te houden. En wij kunnen het niet doen met 3 maaltijden per dag. We zouden oorspronkelijk wel met 2 maaltijden per dag kunnen doen. En wel met 1 maaltijd. Maar we moeten eerst weer leren dat het vuurtje weer gaat branden. En daarom die APK.
Dus gooi kleine brandhoutjes erin, vul het aan met groenten en fruit en doe dat 28 dagen lang. Nou, dit staat letterlijk allemaal in uw map geschreven. Ik had vorige week nog een cliënt aan de telefoon. Die zegt, ik heb de map er maar weer eens bijgepakt. En ach, het ging eigenlijk wel prima. Maar geen voedingssupplementen erbij, niet gemeten. En men zegt, ja, wij voelen ons eigenlijk wel weer goed. En we zijn ook wel wat afgevallen. Nou, ik kan u op een briefje geven. Dat zijn spieren geweest. En dat is verdrietig. Dat mag niet. Ga alsjeblieft naar degene waar u altijd goed contact mee gehad heeft. Ga even een nulpuntmeting doen. Laat je spieren opmeten. Meet je voedingsstoffen op. En begin eens even overnieuw. Want dit is het beste coronavaccin wat u uzelf kunt geven. Straks hebben we allemaal een coronavaccin. En we zitten met een volle emmer vol. En die volle emmer vol rotzooi. En daarmee bedoel ik vuile vetten in ons lichaam. Waar alle rotzooi in zit. Mensen, niet doen. Het is maar 28 dagen. Er zit een boodschappenlijstje in. Wat u vers moet kopen. En wat u aan duurzame producten nodig heeft. Nou, voor de duurzame producten. Daar kunt u zelfs een boodschappenpakketje krijgen. Als u niet wilt zoeken. De verse producten haalt u zelf. Elke dag. U ziet hier bijvoorbeeld Italiaanse rundestoof. U krijgt elke dag een voorbeeld. Recept. U kunt hem net zo makkelijk vegetarisch maken voor de vegetariërs onder ons. Wij komen volgende maand zelfs met een nieuwe voedingslijst uit. Voor de mensen die goed met hun code ingelogd zijn, die zullen dan een nieuwe voedingslijst ook kunnen downloaden. En u kunt elk recept pakken wat u wilt. En als er iets opstaat wat u niet lekker vindt, dan kiest u een ander recept van de voedingslijst of uit het receptenboek. Hoe simpel kan het zijn? De recepten in het receptenboek duren niet langer dan 15 tot 20 minuten. Kijk ook weer eens even, en dat zeg ik ook tegen de mensen die al eerder het programma gedaan hebben. Lees het receptenboek, of het trefwoordenboek eens door. Ik verander hem bijna dagelijks. En kijk eens, nieuwe producten, productwijzigingen. Ik heb gisteren nog weer een wijziging doorgevoerd in het trefwoordenboek. We hadden Colbert op de voedingslijst staan. Nou, Colbert was zonder koolhydraten. Maar de Colbert is niet meer in dezelfde verpakking te koop zoals die toen was. Nu zitten er wel koolhydraten in, ja. En dan mag je ze niet meer gebruiken tijdens de APK. Nou, dat soort informatie vind je bijvoorbeeld ook in het trefwoordenboek. Mensen, simpeler dan dit kunnen we het niet maken. Maar zorg wel dat u met de code die u voor in deze map heeft zitten, dat u ingelogd bent. Wij komen steeds nog mensen tegen die die map wel hebben, maar nooit ingelogd zijn. Nou, als dat zo is, te gek voor woorden, laat het ons weten. Dan krijgt u een nieuwe code en wij helpen u graag. Even een slokje. Dit is nou zo'n slokje, hè? Goed, maar als je weer gezond bent, verzuim dan niet het tweede deel van het boek eens te lezen. Want dat doen de mensen vaak niet. Ze zijn alleen maar bezig met die eerste APK. En dan is het klaar. Nee mensen, dan begint het pas. Dan ga je weer terug naar 3 maaltijden per dag. En dan ga je weer afwijken met maten. En dan ga je leren stabiel te worden. En je hebt nog voor 2 maanden genoeg aan deze suppletie. En als die op is, dan laat je je weer eens even meten. En dan spreek je af met degene die je uitgenodigd hebt. Joh, kan ik naar een lagere dosis? Hoe zit dat met die 87 cent per dag? Wat is dat? Nou, dat is zeer interessant en dat vertellen we u graag. Maar of dat voor u geschikt is, dat weet ik niet, want ik ken u niet. En het zou onverantwoord zijn om dat op deze plaats met u te delen. Maar liever zorg wel dat u alle voedingsstoffen binnenkrijgt. Koolhydraten, eiwitten en vetzuur. En ga niet rommelen met een beetje mineralen of een schepje zout of een beetje ontzuurder of een calcium, magnesium. Mensen, je hebt er geen bal aan. Het is een stukje van de puzzel.
En als die niet compleet is, dan gaat het lichaam altijd rommelen. En dat is wat we niet willen. Een goede thuiscursus begint bij jezelf, mensen. En al vanaf €139,30 heeft u de hele map, inclusief code, inclusief teststrips, inclusief 2 maanden topsportsuppletie. Wij noemen dat excellent. Nou, ik ken u niet allemaal. Misschien heeft u de map al. Misschien heeft u de teststrips al. Maar misschien heeft u dit niet meer. En misschien heeft u van alles niets. Het maakt me ook niet uit. Maar maak na vanavond weer een afspraak met degene die u uitgenodigd heeft. En begin gewoon bij het begin. Maak de boel compleet. Zodra u een APK uitvoert, altijd met de excellent. Alsjeblieft. Je kan ook geen verkeerde motorolie in je auto gooien. En een APK betekent vakwerk. Dat is punt 1. Het boodschappenpakket, die als u de boel niet bij elkaar kan vinden, kunt u vragen aan degene. En denk ook eens na om een potje proteïne extra in uw gezin te zetten. We hebben het allemaal in de excellent zitten. En we hebben het ook in de combi zitten. Maar het is maar 1 schepje uit deze pot. Alleen maar om de boel in balans te brengen. Deze pot levert u 40 porties krachtvoer. En we hebben op dit moment het hard genoeg nodig. Mensen, het is bijna mei. We zitten nog compleet in de winter. Iedereen zou gewoon dagelijks een extra schepje proteïne moeten nemen. Maak er een soepje van. Gooi het door je gehaktballetjes. Doe het door je brood. Hè? Dit is wat zo belangrijk is voor ons. Ik daag u uit om gewoon weer eens bij het begin te beginnen. 3 keer brood maken is zo leuk. Kijk eens in het receptenboek. We hebben niet alleen 1 broodrecept. Nee, we hebben er wel 10. Met ei, zonder ei, met melk, zonder melk, wit brood, bruin brood. U kunt het zo gek niet bedenken. Waarom is variëren belangrijk? Omdat alle producten hun eigen voedingswaarde hebben. U eet toch ook niet elke dag rode kool? Nou, zo moet je ook met brood variëren. Maak een afspraak. Ga morgen naar je zorgprofessional en zeg, joh, laten we even weer een nulpuntsmeting maken. En vraag om zorg op maat. En dat heb ik vorige week ook weer ervaren bij iemand die zegt, ja, ik had eigenlijk wel wat meer zorg verwacht. En toen vroeg ik, ja, maar welke zorg dan? Toen zei hij, ja, dat weet ik eigenlijk zelf niet. Nou, dit is belangrijk. Spreek samen af, wat verwacht u van zorg? Onze zorgprofessionals kunnen niet met uw boodschappen gaan doen. Dat kan niet. Maar ze kunnen u wel bijstaan. En elke zorgprofessional heeft daar zijn eigen mogelijkheden voor. En vraag, joh, welke zorg kun je me leveren? En wat is voor u van belang? Nou, dit noemen we coaching naar behoefte. Zorg dat je persoonlijke intake weer up-to-date hebt. We willen weten of de medicatie is, of de troubles zijn. En ja, meten is weten, mensen. Mooier kunnen wij het niet maken. 3 keer voeding en leefstijl is een thuiscursus die we eigenlijk altijd met onszelf moeten aangaan in de praktijk. En dat doe je niet 1 keer, dat doe je je leven lang. Zorg dat dat boek niet ergens onder in de boekenkast belandt. Maar houd hem bij de hand. Zorg dat jij 3 keer op je bureaublad hebt staan. En dat je code actueel is. En dat je zo even in kunt. En dat je nieuwe recepten kunt pakken. En zorg dat je dit nooit meer vergeet, mensen. Uw huis is er maar 1 van. En die is uniek. En uw huis heeft regelmatig een APK nodig. En die cellen moeten ontdaan worden van overdadige afvalstoffen. En die zitten in onze vetreserve. En als uw darmen beginnen te rammelen, dan is dat tijd voor een nieuwe APK. Ik ga eruit. En ik vond het super fijn dat u er was. En ik wil wel, als u het wilt, nog even vragen met u behandelen. U kunt ook op onze website staan. Daar staan prachtige verhaaltjes op.
van mensen die u toespreken, waar u misschien ook iets aan hebt. En ik ben er nog even om vragen voor u te behandelen. Als u dat niet wilt, kunt u er nu uitgaan. U kunt er ook even in blijven. En ik ga mezelf, dan kunt u zichzelf even uw luidspreker aanzetten. Ziet u, als u weet hoe dat moet. Ik ga dan even deze PowerPoint-presentatie ga ik stoppen. En dan krijg ik u allemaal in beeld. En dan ga ik eens even kijken. Mensen, luidspreker maar open. Of steek je hand maar op, dan kunnen we het zien. Wie van jullie heeft er nog een vraag? Ik zie Aartje. Aartje, ik zie dat je een vraag hebt, maar je moet je wel je luidspreker even aanzetten. Want je weet je hoe dat moet? Unmute. Ja, ik heb hem aan. Fijn. Dag Aartje, hoi. Nee, ik had geen vraag hoor. Oh, je zwaaide naar me. Nou ja, ik dacht ik zwaai even. Dat vind ik gezellig, ik zwaai terug. Nee, ik heb met aandacht geluisterd. Ik zit in mijn vijfde dag, dus ik zit het even allemaal goed te beluisteren. Dat is fijn. En heb je het overleefd tot nu toe? Ja, gaat prima, gaat prima. Dat is fijn. Wie begeleid je? Lilian Kolen. Lilian Kolen, dan ben je in een warm nest. Dat dacht ik ook. En ik heb gezien dat Lilian begint te lachen. Ja, Lilian, ik ben trots op je. Dat is heel fijn. Ik kijk even naar de host. Wie heeft er nog meer een vraag? Succes, Aartje. Ja, dank je. Wie hoor ik? Ik heb een paar vragen, maar ik weet niet of daar tijd voor is, voor een paar. Nou, Karin, begin eens. Ja. Karin. Ja, klopt. Je had het over die voedingen, heel vaak bijvoorbeeld onrijp in de winkels terechtkomen. Nou, dat merk ik ook. Ik ben gek op avocado's en mango's, maar je koopt ze bijna altijd onrijp. Ik koop nu veel diepvries. Zitten daar dan ook daadwerkelijk meer vitamines in, omdat die volgens mij wel rijp geoogst worden en dan direct ingevroren worden? Dat is een hele mooie vraag, Karin. Er zijn heel veel variaties. Diepvries of niet diepvries. Wel bespoten of onbespoten. Biologisch, niet biologisch. Wat je ook doet, alles heeft een bewerking ondergaan. En we moeten helemaal terug naar de basis. Bijvoorbeeld, jij noemt het al, avocado. Ik wil je niet verdrietig maken, maar avocado staat op de top 10 van meest vervuilde voedingsstoffen ter wereld. Erg, hè? En dat komt omdat ze op dit moment hot item zijn, omdat ze over de hele wereld gaan. En ja, natuurlijk zijn ze nog gezond, maar het is niet meer zo simpel als wij denken. Maar is het dus wel een verschil dan, hè? Omdat het in de vriezer volgens mij wel meer rijp is dan dat je ze vers koopt? Dat kan, maar dat hoeft niet. Zo simpel moet je het echt niet. Wij zeggen altijd, eet met het seizoen mee. En avocados komen hier helemaal niet voor. Nee. Maar doe wat je kunt. En misschien heb je een beetje geluk als je uit de vriezer komt. Maar ik weet het niet zeker. Ik weet wel dat ook met invriezen ook wel van secundaire kwaliteit gebruik gemaakt wordt. Ja. Dus dat kan ik niet. Dan zou ik ernaast moeten staan. Ja, nee, ik snap het. Ja. Dus we weten het met z'n allen niet zeker, Karin. Ja. Hey, en dat pakket wat je net vertelde, je had het ook over meten. Zit dat daar dan ook bij in? Door wie ben je uitgenodigd, Karin? Ik ben uitgenodigd door Anke. Nou, ga met Anke overleggen. Anke Visser neem ik aan. Ja, klopt. Ja, nou, Anke die heeft haar eigen praktijk, die heeft haar eigen afspraken, die heeft haar eigen mogelijkheden. We hebben een heel team van fysiotherapeut tot podoloog, tot voedingscoach. Je kunt het zo gek allemaal niet bedenken. En die €139, dat is de MAP, dat is de keto sticks en dat zijn de voedingssuppletie. En voor de rest, de een die vraagt er wel een bijdrage voor en de ander minder. Dat kan ik vanaf hier niet bekijken. Moet je even met Anke bespreken. Ja, en voorheen heb ik altijd geleerd dat je vitamines alleen in het bloed kon zien. Maar dat is dus nu ook anders. Nou, ik zal het je sterker vertellen, Karin. Ik ben blij dat je de vraag stelt.
als jij iets in het bloed gaat zien, is het eigenlijk al gepasseerd station. Als ze in jouw bloed gaan zien dat je vitamine C tekort hebt, dan ben je eigenlijk al ziek. En wij doen onze metingen op celniveau. En daarmee kunnen wij eigenlijk een voortraject zien. En meet je het niet in het bloed. En zo willen we het ook graag houden. Ja. En als wij, maar dat zal Anke je ook wel vertellen. Als jij een bloedmeting wilt laten doen, dan adviseren wij altijd stop minimaal even 4 tot 7 dagen met voedingssuppletie. Om niet een vertekend beeld te krijgen in je bloed als je bloed laat testen. Ja, oké. Okay. Ja. En ik had nog een vraag over, ik eet al, zolang ik me kan herinneren, zeker al 20 jaar gezonde vetten. Ja. Omdat ik gewoon boter niet lekker vond. Kun je dan uitgaan van dat je vetten wel in balans zijn, omdat je gewoon altijd de goede vetten eet? Wat zijn voor jou de goede vetten? De olijfolie, de kokosolie, dat zijn eigenlijk de 2 oliën die ik gebruik. Oké. Okay. Maar er zijn er nog veel meer, hè? Weet je wat ik je aanraad? Dan kom je waarschijnlijk, zeg je van, ja, dat doe ik al. Nou, dan zit je al een heel eind goed in de richting. Echte boter op je boterham. Niet overdrijven. Pakjes en alle bewerkte boters en alle geraffineerde vetzuren achterwege laten. Alleen omega-6 vetzuren eten uit notenolieën en echte pure oliën, maar dan af en toe een beetje. En voor de rest zo min mogelijk omega-6 vetzuren, veel omega-3 vetzuren. En ja, verse vis met alle omega's erin, die zijn er gewoon niet te koop. En ik weet hoe gezond je ook eet, Karin, die is in geen winkel te kopen. Dan zul je toch echt bij Anke moeten zijn, want dat is iets heel unieks. En dat is eigenlijk de missing link om alle omega's van de vetzuren er weer bij te betrekken. Want je kunt niet 5 keer per week verse vis eten. Dat is ook weer belastend voor CO2 enzovoort enzovoort. Dus we moeten overal een beetje tussen schipperen. Ja, oké. Voeding is zo bijzonder, maar je gaat het alleen maar leuker vinden. Join the club, je bent zeer welkom. Nou, ik had nog een vraag over, je had het over die opgezette buik. Ja. Is dat ook al bij kleuters? Want die zijn niet, mijn dochter heeft nu iets minder opgezette buik. We zijn gestopt met gluten eten, ze eet vrijwel geen melk meer, het gaat beter. Maar ze heeft nog zeer regelmatig een opgezette buik, terwijl ze is niet dik, zeg maar. Ja. Dit is typisch iets, we noemen dat een predispositie, moeilijk woord, maar dat is typisch. Dat is eigenlijk al het zwakke punt vanaf de geboorte. Ja. Je wilt niet weten hoeveel kindertjes geboren worden met een gatenkaasje van een darm. En dat die darm zich niet goed dicht. En dit zal ook een aandachtspunt blijven. Ik raad je aan, ook bij kinderen, juist bij kinderen, leer ze weer een echte 3-keer boterham te eten. Bij ons, wij weten van heel veel collega's waar de kinderen en de mannen, dat zijn top broodbakkers geworden. En leer hun weer broodbakken. Ik zie Lilian naar een man wijzen, hartstikke leuk. Maar maak er weer een feestje van, samen met je kinderen. Echte broden bakken, dat is de basis weer voor gezonde darmen. En daar hoef je helemaal niet ingewikkeld voor te doen. Ja, je bedoelt dat hoeft helemaal niet glutenvrij te zijn. Onze broodrecepten zijn allemaal glutenvrij. Oh, maar weet je wat het verdrietige is, Karin? Al het glutenvrij wat je in de winkel koopt, je betaalt de hoofdprijs. En glutenvrije producten in de winkel worden vervangen door mais en rijst. En jij mag raden wat dat is. Dat is weer overdadig omega-6 en de koolhydraten die we al zo overdadig binnenkrijgen. En dan ga je weer... Er zitten weinig voedingsstoffen in, hè? Ja. We willen het echt op een zo natuurlijk mogelijke manier doen. En als ik jou zo hoor, dan weet je al heel veel. En dan gaat dit een feestje voor je worden van herkenning. En betrek je gezin erbij. En dan na die eerste APK heb je gewoon de teugels in handen. En meer kun je niet doen om je gezin een boost in de goede richting te geven.
Nou, dan heb ik nog een laatste vraag. En dat is, want daar heb ik niks over gehoord, maar dat na antibiotica, adviseren jullie dan ook probiotica te nemen? Absoluut. Ja, ook maar voor kinderen, want ik, het gaat nog met dochter, zeg maar, over wie ik het net had. Die heeft, toen ze 1 was, verplicht 2 dagen antibiotica gekregen. Nou, er is niet veel naar binnen gekomen. Ze konden hem ook niet afmaken door omstandigheden, die kuur. Maar ja, ik denk, nou ja, het is maar 1 keertje geweest, 2 dagen. Maar misschien heeft dat toch, nou, wel wat aan het haar darmen. Het kan. Het enige wat ik je moet zeggen, we zijn niet tegen probiotica in supplementen. En als het moet, doen we het, adviseren we het ook zeker. Maar je kunt ook al heel veel doen vanuit de voeding. En ja. Praat hier ook over met Anke. Wij werken bijvoorbeeld met hele simpele voedingsproducten. Waar je probiotische werking uit voeding al kunt gebruiken tijdens een antibiotica-kuur. En dan hoef je helemaal niet een dure pot probiotica erop te zetten. Dus dit proberen we al te voorkomen. Maar dit gaat voor nu even te ver. Dan moet je het echt even met Anke bespreken. Ja. Maar ja, zeker doen. Nou, bedankt voor je tijd, voor al mijn vragen. Graag gedaan en heel veel succes, Karin. Ik hoop je nog eens weer te mogen zien. Zijn er nog meer vragen? Ik kijk even naar de host. Fred ziet, nou, ik denk dat Karin al heel dankbaar de vragen gesteld heeft voor een aantal van ons. Mensen, ik vond het fijn om met jullie dit te mogen delen. Ik ga afsluiten, het is 9:20. Als jullie willen, wordt deze mail wordt morgen in jullie mailbox, of deze opname morgen in je mailbox gestopt. Kun je het nog eens naluisteren. Ik wens jullie al het goede toe. En denk aan je eigen huis. Je hebt er maar 1 en houd het gezond. Tot ziens allemaal. Dag, fijne avond. Dankjewel. Dag. Doei.